geniet ervan. En maak er een mooi feestje van. Drie maal laaf. We hebben net het Velengloedenvuur weer ontstoken. Dat betekent dat we 4-5 dagen lang carnaval gaan vieren hier in Kloetendonk. En ja, zoals je het net eigenlijk al hoorde, we hebben er ontzettend veel zin in. Marco, klaar voor? Laurens, 1, 2, 1, 2, 3. Hoe gaan deze dagen eruit zien? Nou, we beginnen vanavond met het openingsbal met Jelle B. Dan hopen we het niet al te laat te maken, maar we zijn er bang voor dat het weer helemaal uit de klauwen gaat lopen. En dan moeten we wel zorgen dat wij morgen om 1 uur op het bordes staan. Want burgemeester Snijders die zal ons dan de sleutel overhandigen. Die zal de sleutel overhandigen aan prins Laurens de Eerste en jeugdprins Thomas de Eerste. En ja, dan is de optocht zal dan starten in Kloetendonk. Ja, en vanaf dan is het eigenlijk in één streep door naar de dinsdagavond. We hebben natuurlijk zaterdagavond volle bak. We zijn volledig uitverkocht. Iets wat we nog nooit hebben meegemaakt. Dan hebben we zondag natuurlijk de openbare raadsvergadering. Waar weer hele ludieke punten en acties worden besproken. Ja, maar daar worden echt belangrijke beslissingen genomen, hè? Daar worden de beslissingen voor de rest van het jaar genomen. Dat is wel erg belangrijk. We hebben bijvoorbeeld zelfrijdende carnavalswagens. We hebben hashtag #Steek2. We hebben bierdraag netjes. Er zijn nog een tal van punten wat echt wel belangrijk is en waar we de rest van het jaar wel veel profijt van gaan hebben. Goed, Nederland!